Hoi, welkom bij een nieuwe video. Hoe langer je dan bent geworden, want volgens mij elke keer dat ik jou zie ben je net 1, 2 centimeter. En ik zou zeggen, wil je meer zien? Abonneer dan op het kanaal van Kim. Wie een beter maakt zien vandaag? Stefan misschien? Subscribe to the YouTube channel en be your best. Hoi, welkom bij een nieuwe video. En deze video ben ik in Zaandam in de Stormhoek. Hier zit het namelijk het bedrijf Epix. En dit is een VR-experience. En ik heb een afspraak met de eigenaar. Dus gaat die VR laten zien aan mij. Dus ik ben heel benieuwd wat je hier allemaal kan. Nou, ik sta inmiddels binnen. En ik sta hier naast de eigenaar Patrick. En die ga ik nog even wat vragen stellen. Want wat kan je nou precies hier zo doen? Je kan bij ons op virtual reality met een bril op, kan je spelletjes spelen. Onder andere zombies schieten, spoken vangen, hamburgers bakken, noem het maar op. En hoe lang bestaan jullie al? We bestaan al 12 maanden, maar we zijn pas 3 maanden open geweest vanwege de coronalockdown. Ja, vervelend is dat, hè? Behoorlijk, ja. En hoeveel soorten VR-spellen hebben jullie? We hebben 2 varianten waar je vrij kan rondlopen en waar je vast staat aan een stationnetje. Voor degene waarbij je vast staat aan een station hebben we meer dan 40 spellen. En voor de vrij rondlopen hebben we op dit moment 2 spellen. Oh, dus je hebt best wel veel keuze op zich. Ja, ja, zeker. We hebben een heel groot aanbod. Hoe lang duurt ongeveer 1 spelletje? Voor de vrij rondlopen duurt een spel 20 minuten. En voor het losse stations, dan kan je sessies boeken van 30, 60 of 90 minuten. En dan boek je eigenlijk gewoon 1 VR-station. En dan kan je daar gewoon voor de time being gebruik van maken. En kan je het ook in groepen spelen of is het echt alleen? Het vrij rondlopen is met 4 tot maximaal 4 spelers tegelijkertijd. En de losse stations die kan je om de beurt doen, zeg maar. Maar dat is wel voor 1 persoon tegelijkertijd? Ja, dat is voor 1 persoon tegelijkertijd. En dan kan je die om de beurt afwisselen bijvoorbeeld. Om een hogere score te halen als je vriend. Zit er ook een leeftijdsgrens aan of is dat gewoon bepaalde games alleen? Bepaalde games die hebben een leeftijdsgrens erop zitten. Dat is vanaf 16 jaar of vanaf 13 jaar. Alle andere games die zijn vanaf 8 jaar. En dat heeft vooral te maken met de bril die op iemands hoofd moet passen. Nou, het lijkt me super gaaf om dat zelf zo een keertje te doen. Dus klein vraagje, zou ik dit zelf mogen doen? Natuurlijk mag dat een keertje. Kom, ga er gelijk heen. Nou, ik heb inmiddels de bril op, dus ik kan jullie nu niet zien. Maar jullie zien mij wel. En ik ga zo al mijn eerste spelletje spelen met deze 2 controllers en gewoon op het losse station. En hier zo, straks als de camera uitzoomt, kan je zien. Achter mij zit een scherm en kunnen jullie precies zien wat ik aan het doen ben. Dus ik ga als eerst Rhythmatic doen en dan moet je zo slaan op de beat. Dus ik ga die gewoon als eerst spelen. Ik ben heel benieuwd. Ik ga gewoon starten. Oh, hij gaat trillen. Oh. Oh, dan moet ik opzij. Oh. Maar het is echt grappig. Je voelt ook de trilling in de handvaten. Ik ben heel geconcentreerd, merk ik. Wow. Nou, ik heb net dus mijn eerste spel gespeeld. Super gaaf. Ik moest dus die blokjes slaan met die 2 controllers die ik had in mijn hand. En die hadden een kleur. En dan moest je op het juiste blokje het juiste ding zo slaan. Heel gaaf. En er waren af en toe van die rode dingen waar je dan zeg maar tussendoor moest stappen. Dus je moest ook heen en weer. Heel gaaf. Het was echt alsof je ergens anders was. Maar ik sta nog steeds hier. En het was heel cool. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Het is heel moeilijk om te vertellen. Maar het was echt heel gaaf om te doen. Nou, dat was dus het eerste spel. Ik vond het super gaaf om te doen. Ik ga nu het tweede spel doen en dat is Job Simulator. En hier zo zei je, oh, ga ik gewoon in een soort winkel of in een restaurantje. En dan kan je daar allemaal mensen helpen. En die zie ik vaak op YouTube. Dus ik ben benieuwd of ik die zelf ook heel erg leuk vind. Dus die ga ik spelen. Nou, ik sta dus nu zo in de winkel en ik heb hele grappige handjes. En hier zo ga ik dan straks allemaal dingetjes. Daar zit het scherm en daar staan dingen die ik moet doen. Ticket, hier zo. Ticket.
Oh, hier. Oh. En er staat dus daar achter op het scherm wat ik, nou ja, voor jullie daar natuurlijk. Voor mij daar staat er wat ik moet doen. En daar is de prullenbak, weet ik, dus daar kan ik hem ingooien. Nee, de kat op persoon. Oh, wat leuk. Hij vertelt allemaal dingen die ik moet doen en dan kan ik dat doen. Ik wil die. Die ziet er heel raar uit waarschijnlijk, maar. Maar ik ben dus allemaal dingen in de winkel aan het doen. Ik vind het echt grappig. En hier zo moet ik een kaartje pakken voor de volgende. En dan kan ik die. Hey, gieten. Ik vind het echt leuk om het zo tegen zijn hoofd aan te gooien. Over hem heen. Nee, ik kan dit echt de hele dag door doen. Oh, ik heb een berichtje op mijn watch, maar die kan ik natuurlijk niet zien in de game. Echt, het is zo grappig. Het is. Ik kan dit echt de hele dag doen. Kijk, ik heb. Je kan het op de tv zien. Ja, ik heb hem hier in mijn hand. Een kaartje en die vind ik gewoon leuk om te gieten. Hij ligt helemaal achterin daar. Nou, ik heb net twee losse games gespeeld. Dit zijn gewoon singleplayers, gewoon op één plek. Wat ik al super gaaf vond. En hier zo heb je echt super veel games. Nou ja, ik heb er nu dus twee gespeeld. En die is gewoon singleplayer. Je staat op één plek. En dat is het. En dan ga ik zo het grote naar achter hier zo. En nou echt het grote spelletje. Dan kan je vrij rondlopen. En die kan je ook met meerdere mensen tegelijkertijd doen. Ik heb er in ieder geval super veel zin in. En dat heb je niet overal. Dus ik ben benieuwd hoe dat is. Want ik vond dit al gaaf. Nou, dat waren de twee kleine games. Die vond ik al gaaf. Maar nu ga ik dus het vrij rondlopen VR doen. Dit ga ik niet alleen. Dit ga ik namelijk met de eigenaar doen. Want dit is een soort zombiespel waar je zombies moet doodschieten. Daar ben ik niet de beste in. Nou ja, ik heb nog nooit eerder geprobeerd, maar schietspellen ben ik niet zo heel erg goed in. Dus daarom heb ik even hulp erbij. En wat gaan we hier zo eigenlijk precies doen zo? Nou, je krijgt zometeen ook weer een bril op. En wanneer ik het spel ga starten, dan zien we elkaar. En dan moeten we een soort verhaal spelen, een missie. We moeten samen de aarde redden van de zombie-apocalypse. En ik zal je erbij helpen. En wat dus het gaaf is van deze game, net had ik natuurlijk van die kleine, ja, soort, hoe noem je dat precies? Die dingen die ik in mijn hand had? Gewoon controllers. Ja, twee controllers had ik dus in mijn hand. Maar hier heb je ook controllers. Deze zien alleen ietsjes anders uit. Namelijk in de vorm van een pistool. Echt super gaaf. Nou, ik ga dus nu beginnen zo met de game. Ik ben helemaal aangepakt. Ik heb een soort, ja, accuutje op mijn rug. Ik heb de bril op, de twee guns. En ga zo beginnen. Het ziet er nu heel raar uit. Maar ik ben benieuwd hoe dit is. Nou, je moet de hendel ophalen. Oh, ik moet hier naartoe lopen natuurlijk. Ja. Kijk, zie je daar? Wat? Oh! Ze komen niet van de andere kanten, toch? Nou, dat weet je nooit, hè? Oh, daar bij jou, bij jou! Nou, ik heb net de zombie game gespeeld en op zich was het super gaaf. Het is echt net alsof je in de game zit en die zombies komen op je afrennen. En ja, ik ben niet echt van de zombies, dus ik vond het best wel eng. Maar als je het gaaf vindt om lekker te schieten op dingen, is het op zich echt een leuke game. En het was ook heel raar, want we waren natuurlijk met z'n tweeën, dus je ziet elkaar in de game. En ook wat je aan het schieten bent en zo, het is super gaaf. Het is echt net alsof je in die wereld zit. Ik was even vergeten dat ik hier zo in Zaandam stond, om het zo maar te zeggen. Maar nu ga ik het andere game doen, want je kan met deze, dat je rond kan lopen, twee games spelen. En dat is natuurlijk het zombiespel die ik net heb gespeeld. Maar ook een spookspel. En die is wat ook voor jongere kinderen, tot 8 jaar is die. Dus die ga ik nu spelen. En die klinkt ook best wel leuk. Why? What do we have here? Hey! Hallo. Ik heb een roze gun. Ik heb blauw. En een zaklamp.
Oké. Okay. Je kan met een knopje aan de bovenkant, zeg maar, kan je van kleur wisselen. Met je duim. Moet je eens kijken op het randje. Kun je ook hier? Oh ja. Hé, dat is heel eng. Oké. Hey! Alright, alright. De guy. Achter je hebt twee blauwe. Ja, achter je helemaal roze. Ja, maar je moet. Ja. Wow! Did you see that flying chair? Moeten we nu weer terug? Oh, we moeten hier. En nu staan ze in een soort lift. En lift, en hier zit een ding en dan gaat hij aan met onze zaklamp. Dat is. Hier staan ze met heel raar. Ik weet niet waar ik ben namelijk. Sure what that thing is. Maybe it works like the elevator? I have no. Oh, je leert het wel tijdens het spelen, leer je het wel snel. Ja, hè? Oh. Ah. Ja hoor. Nou, jij mag ook niet meer komen. Hey! Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Nou, we hebben net dus het spel gespeeld. Ik vond hem echt super leuk. Het was met allemaal geestjes en dan moest je op schieten. En dan deze gun die had roze en blauw. En deze had een zaklamp. En super gaaf. En het waren een soort Mario-achtig spookjes en die moest je dan schieten en aan het eind had je nog de grote eindspookbaas. Heel gaaf vond ik deze. Nou, wil je hier zo nou zelf ook naartoe? Check dan even het linkje in de beschrijving. Dat is epicsarcade.nl. En het is echt een aanrader om het met je vrienden te doen. En op de site staat alles zoals prijzen, openingstijden. Echt van alles. Dus check het zeker. En een klein tipje van mij. Het is heel gaaf, dus doe het. Ik vond het super gaaf. En het is echt een aanrader om als een feestje of gewoon met vrienden er naartoe te gaan. Omdat ik heb het veel te vaak gezegd, maar het is gewoon zo gaaf. Dus vond je het een leuk video? Doe natuurlijk zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op kanaal. En zet natuurlijk een vette leuke reactie onder de video. En zie jullie in de volgende video weer. Doeg!